Ik ga echt niet kou leien in mijn huis. Dan gaat alles gaat op een grote stapel. Dat kan er allemaal wel gewoon bij. Maakt niet uit. Ik zie het wel. Laat ze maar afsluiten. Ga een kampvuurtje stoken in mijn huis. Nieuws. Ja, toch weer heel bijzonder gisteren dat Kaag zich heeft uitgesproken over de energiekwestie. Waarin zij vond dat Nederlanders toch wel echt prioriteit moesten stellen op de financiering van Oekraïne. Is dat nou wat ze gezegd heeft? Ja, daar komt het wel een beetje op neer. Het is ongelooflijk wereldvreemd. Is de Nederlandse bevolking nog bereid de prijs te betalen om deze vreselijke oorlog in Oekraïne, een illegale inval, een schending van de soevereiniteit van een land, een onderdrukking van een bevolking, om dat tegen te gaan? Ik mag hopen dat het antwoord ja blijft. Ik snap wel dat zij niet zoveel merkt van de enorme prijsstijgingen, want ze verdient ongeveer 2 ton per jaar. Maar als jij gewoon een uitkering hebt of een AOW'tje of een laag loon, dan merk je het wel als jouw energierekening van 200 naar 800 euro omhoog schiet. Ik heb 4 kinderen. Ik ben een alleenstaande ouder en ik heb een uitkering. Dus het worden gewoon warme truien aan. Is het al bijna hoger dan uw huur? Bijna wel. Het scheelt 100 euro. Dus eigenlijk zijn mijn lasten buiten mijn hypotheek eigenlijk hoger dan mijn hypotheek zelf. Wat betaalt u maandelijks? Ik ben van 160 naar 330 gegaan. En ik moet al nu al 8,5 mei bijbetalen. Voor veel mensen wordt het bijna hoger dan de huur, hoger dan de hypotheek. Nee, precies. Dus we gaan een bizarre tijd tegemoet. Ik denk dat het deze winter wordt het voor heel veel mensen kiezen tussen voeding of verwarming. Ik heb de hongerwinter meegemaakt en toen kregen we ook een strenge winter. Het was ook crisis, dus nu krijgen we het ook. Ik vind het vreselijk voor die mensen, want ik heb zelf ook de oorlog meegemaakt. Ik vind het vreselijk, maar wij worden vergeten. Wij ouderen, hebben wel eens gekeken in de verpleeghuizen wat ze met ons doen. En dan durven de asielzoekers de neus op te halen voor het eten wat ze krijgen. Wat vinden ze niet lekker? En dan zitten ze te klagen. En ze zien er allemaal uit als een goud haantje. En weet je wat de ministers moeten doen? Al die asielzoekers in de eigen tuin nemen. Wij worden ermee opgezadeld en zij laten ze binnen. Het is allemaal wachten op Prinsjesdag. Waarom is er met zo'n belangrijk onderwerp, waarom is het dan maar even wachten op wat er op Prinsjesdag gezegd wordt? Als dit nu al gebeurt. Nou, helemaal eens natuurlijk. Ze moeten gewoon nu gaan optreden. Nou, is er al van alles uitgelekt. Dat er volgend jaar wel wat gaat gebeuren. Maar voor dit jaar gaat er niks meer gebeuren, heeft Kaag gezegd. Dus de mensen weten al, dit jaar, deze winter, komt er geen cent extra bij. Nou, ik verwacht echt grote demonstraties en grote woede onder de mensen. En dat is nog terecht ook. Ik ga echt niet kou leien in mijn huis. Dan gaat alles gaat op een grote stapel. Dat kan er allemaal wel gewoon bij. Maakt niet uit. Ik zie het wel. Laat ze maar afsluiten. Ga een kampvuurtje stoken in mijn huis. Deze winter, hoe gaat u het overleven? Niet. Want de hoge energie- en gasprijzen. Ja, ik weet het joh. Ik heb er geen zin om over te praten. We zijn al depressief genoeg daardoor. Hè? Er zijn nu al meer dan 1 miljoen mensen die hebben enorme schulden. Die zitten in de armoede. En die kunnen hun kinderen dus geen eten meer geven. Hallo, dit is geen Afrika. Dit is Nederland. De prijzen schieten door het dak heen. Dit is echt abnormaal hè, wat er nu gebeurt. Dit is sinds de Tweede Wereldoorlog niet meer gebeurd. Dus al die mensen uit de Tweede Kamer die maar tonnen verdienen. Ja, behalve de SP'ers. Ja. Nu je toch aan het einde van deze video bent gekomen, kan je hier net zo goed even subscriben op ons YouTube-kanaal. Wijs naar Button. Oh ja, en check ook even onze webseries op het YouTube-kanaal van NPO 3. Ook wijzen. Heres, Next Gen Voetbalmakelaars en nog veel meer. Klik, 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 klik.